Welkom bij een nieuwe aflevering van Kemia.nl. In deze aflevering gaan we kijken naar het examen HAVO van 2021, het eerste tijdvak. En de opgave gaat over bromide in grondwater. Gaat over schaliegas, dat is aardgas dat uit de grond wordt gehaald met een speciale methode, dat noemen ze fracking. En dan wordt water, zand en chemicaliën onder hoge druk in het gesteente gepompt. Dan komt er scheurtjes in dat schalie en dan komt het schaliegas vrij. En ontstaat afvalwater met Br-, Cl- en I-ionen. Deze ionen zijn afkomstig van goed oplosbare zouten die in dat gesteente voorkomen. Hè. Dus dat water gaat naar beneden en dat maakt die scheurtjes en die zouten die in dat gesteente zitten, die lossen daar dus in op. En vraag 18 gaat over: geef de formule van een zout dat bromide-ionen bevat en goed oplosbaar is in water. Nou, kan je 2 punten voor krijgen. Eens even kijken, dan moeten we dus een zout nemen met bromide-ionen. Dan moeten we dus een positief ion kiezen dat met bromide-ionen goed oplosbaar is. Nou, waarschijnlijk weet je uit je hoofd wel dat alle natriumzouten goed oplosbaar zijn. Dus dan wordt de formule NaBr. Je zou ook kunnen kiezen voor KBr of voor ammoniumbromide. Er zijn meerdere mogelijkheden hier, maar natriumbromide is de meest voor de hand liggende. Gaan we naar vraag 19. Op frackinglocaties worden regelmatig monsters van het grondwater genomen om op de frackinglocaties het gehalte bromide van het grondwater snel te bepalen, is een methode ontwikkeld en die wordt hier uitgelegd. Men maakt gebruik van filtreerpapiertjes waarop eerst een oplossing van chloramine T en de zuurbaseindicator fenolrood is aangebracht en die heeft men laten drogen. Een druppel grondwater wordt op zo'n filtreerpapiertje aangebracht en eventueel wordt het grondwater eerst verdund. In aanwezigheid van Br-ionen vinden achtereenvolgens 2 reacties plaats. Het bromide reageert met chloramine T, wordt omgezet tot brom, dus Br2. En het ontstaande brom reageert volledig met dat fenolrood tot onder andere bromfenolblauw. Door beide reacties wordt het gele filtreerpapiertje enigszins blauw. En de afname van de gele kleur wordt gemeten met een kleurdetector. En met behulp van een eiklijn wordt dan het bromidegehalte bepaald. Even nadenken. Dus dat chloramine T zet die Br- om tot brom. En dat brom zorgt er vervolgens voor dat het fenolrood wordt omgezet in een blauwe stof. Dus, en dat fenolrood, dat had dus een gele kleur. Het filtreerpapiertje had een gele kleur. En die gele kleur neemt dus af doordat dat fenolrood gaat reageren. Nou, laten we maar eens gaan kijken. De oplossing waarin de reacties plaatsvinden heeft een pH van 4,6. En het ontstaande bromfenolblauw heeft bij deze pH een blauwe kleur. Bereken de H+-concentratie in mol per liter in de oplossing waarin de reacties plaatsvinden en geef het juiste aantal significante cijfers. Hier zou ik even op trainen als ik jou was, want dit wordt bijna elk jaar gevraagd. De pH is gegeven, die is 4,6 en dan moeten wij de concentratie H+ berekenen. Nou, dan moet je het omgekeerde doen van die min log. Hè. Dat omgekeerde van min log is 10 tot de macht. 10 tot de macht min de pH. Dus dat is in dit geval 10 tot de macht min 4,6. En daar komt uit, 2,51 maal 10 tot de min 5e. Maar nu het aantal significante cijfers. Die is bij pH-berekening een beetje anders. Let op, de pH heeft 1 decimaal. Dat betekent dat we hier maar 1 significant cijfer mogen geven. Dus die 2,5 moeten we afronden op 1 cijfer. Nou ja, als je 2,5 moet afronden op 1 cijfer, dan wordt 3. Dus het goede antwoord is 3 maal 10 tot de 5e. Die significantieregels bij pH, daar hebben we een aparte les van. Chemia, kun je zo vinden. Ik zal hem linken. Leg uit met behulp van tekstfragment 1 en je BINA's dat de kleur van het filtreerpapiertje eerst geel is en daarna verandert naar blauw. Noteer je antwoord als volgt. We moeten eerst uitleggen waarom het geel is en dan uitleggen waarom het verandert naar blauw. Nou, dat papiertje had eerst alleen fenolrood, hè? En een pH van 4,6.
Nou, als we dan in Sabina's kijken met de indicatoren, dan zie je dat fenol rood bij een pH lager dan 6,6 geel is. Oké, dus dat is de reden waarom het geel is. Dus je moet opschrijven dat fenol rood bij een pH lager dan 4,6 of lager dan 6,6 een gele kleur heeft. He, dus dat moet je dus noteren. En dan, waarom verandert het naar blauw? Nou, door de reactie, staat hier in de tekst, ontstaat, wordt dat fenolrood, wordt omgezet naar onder andere broomfenolblauw. En in de tekst stond dat dat broomfenolblauw bij een pH van 4,6 een blauwe kleur heeft. Dus vandaar dat het papiertje blauw wordt. Oké, gaan we naar vraag 21. Bij vraag 21, daar staat dat reactie 2 is een reactie van fenolrood met brom. En daarbij worden per molecuul fenolrood 4 H-atomen vervangen door 4 bromatomen. En bij reactie 2 ontstaat bromfenolblauw en 1 andere stof. Deze reactie is vergelijkbaar met een substitutiereactie van een alkeen en een halogeen. En is op de uitwerkbijlage onvolledig weergegeven. Nou, hier zien we die reactievergelijking. En we zien hier 14 haartjes en die worden gesubstitueerd. Substitutie betekent ook wel uitwisselen. En dus die haartjes worden vervangen door een bromatoom. Daarvoor heb je nodig brom. Maar let op, brom, dat is Br2, hè? Brommoleculen. En elk broommolecuul kan 1 Br uitwisselen voor een haartje. Dus dat betekent dat we dan, en er staat in de opgave dat er 4 H-atomen worden vervangen. Dus na de pijl hebben we nog steeds 19 C'tjes, alleen 4 H'tjes minder, dus H10. En dan zitten er dus, in plaats van die 4 H'tjes zijn er 4 broomatomen in de plaats gekomen. En we hebben natuurlijk nog die 5 O'tjes. En een S. En die Br2-moleculen, die wisselen een bromatoom uit voor een haartje. Dus op die plek van dat bromatoom komt dus een haartje te staan. Dus dat betekent dat je HBr krijgt. Nou, en elk haartje, daar heb je zo'n brommolecuul voor nodig. Dus 4 haartjes vervangen betekent 4 Br2-moleculen. En dat betekent ook 4 HBr-moleculen. Deze opgave ging niet zo lekker bij het examen. En dat heeft meerdere redenen. Substitutiereactie is best lastig. En dan moet je onthouden hebben dat brom Br2 is en dat er maar 1 haartje is. Het is een lastige som. Trouwens, over substitutiereactie hebben we ook een aparte les. Die zal ik ook linken. De hoeveelheden chloramine T en fenolrood die op het filtreerpapiertje zijn aangebracht, zijn zo gekozen dat bromidegehaltes tot maximaal 10 massaprocent gemeten kunnen worden. Wanneer bij punt 2 een grondwatermonster met een bromidegehalte hoger dan 10 massa ppm wordt aangebracht, zal een onjuist bromidegehalte worden gemeten. Leg uit of het gemeten gehalte in dat geval te hoog of te laag zal zijn. Nou ja, als je meer Br2 toevoegt dan 10 massaprocent, dan heb je dus een hoger percentage, hoger dan 10, maar er kan maar 10 worden gemeten. Dus je meet 10 terwijl het eigenlijk hoger is. Dus dan meet je een waarde die te laag is. Je meet maar 10 terwijl het eigenlijk hoger is. Dus je meet een te lage waarde. Gaan we naar vraag 23. En bij vraag 23 daar zie je in figuur de eiklijn die is gemaakt met behulp van een aantal oplossingen met elk een bekend bromidegehalte. En je ziet hier een paar meetpunten. Hier op de X staat bromidegehalte in massaprocenten en hier kleurintensiteit. En dan kan je er een mooie eiklijn van tekenen. Een wetenschapper onderzoekt het bromidegehalte van een grondwatermonster. Hij voert de bepalingen uit tekstfragment 1 uit. En bij punt 2 verdunt hij het grondwatermonster door in een reageerbuisje 2 ml grondwater met 8 ml gedestilleerd water te mengen. En vervolgens meet hij de kleurintensiteit van 180. En dan moeten wij met behulp van de grafiek en een berekening uitrekenen wat de concentratie, het massapercentage van de bromide in dat grondwater was. Nou, hier moet je even opletten, want we hebben hier een reageerbuisje van die wetenschapper en daar doet hij 2,0 milliliter in. Vervolgens voegt hij 8 milliliter water toe. Dus dat betekent dat je totaal 10 milliliter hebt.
Het volume is dus van 2 naar 10 is dus 5 keer groter geworden. Dus de verdunningsfactor is 5. 5 keer verdunningsfactor is 5 keer. Dus als je dan hier bij 180 gaat aflezen en je leest dan het massapercentage af, dan lees je massapercentage af van 3,1 massaprocent, of massa ppm moet ik zeggen. Massa ppm. Maar dat is in het verdunde monster. En omdat je het volume 5 keer groter hebt gemaakt, is die concentratie hier 5 keer kleiner dan hier. Dus die concentratie om terug te gaan moet je weer maal 5 doen. Dus het gehalte is dus 5 keer die 3,1. En dan kom je uit op 15,5. Maar ja, je mag maar 2 significante cijfers geven. Dus dan kom je uit op 16. 16 massa ppm. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze opgave. Wil je nou meer examens oefenen? Kijk op chemia.nl bij examens oefenen. En ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Dankjewel voor het kijken en tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl.